Manuela. Zij lacht haar op de grond. Een glimlach om haar mond. Alsof ze zeggen wel. Hey Frans, is het lach niet aan jou? Het is vandaag een hele bijzondere dag, want de zoon van tante Gerda, Jesse, die is met zijn Lisanne in geregistreerd partnerschap gegaan. Gewoon getrouwd. Gewoon getrouwd dus. En ik ga een liedje zingen, maar er is hier nog iemand. Een leuke vriendin. Hi, ook dook. Hi. Francis is dus de surprise act. Francis. Altijd al gezegd wat dat Francis. Hallo. Dus het is Francis? Nee, Francis. Francis? Ja, zeg maar, je mag ook Sis zeggen. Oh, Sis. Francis. Hallo. Francis die is... Oh, ik moet in het gaatje. Ik zit als in, ja, je moet weer in het gaatje. Als in het gaatje. Ik heb wel al mijn vest aan, want ik vind het ineens koud. En denk, jij bent dus ook in rood-wit. Ja, natuurlijk. Hallo, Feyenoord. Ik heb mijn rode gimpjes aan. Kijk. Ja, ik kom wel in de kleuren natuurlijk van de Feyenoorders. Hoe, ja. hoe ken jij tante Gerda dan weer? Door Feyenoord de opera. Ze hebben in Feyenoord de opera gespeeld. Ik ken Gerda al nu 5 jaar. Want dat was in 2015. En daar hebben wij vreselijk gelachen. En sindsdien app ik altijd met haar en belder. En ik ben hier ook al een paar keer op visite geweest. Want toen we de schaal wonnen, heb ik Frans een mini schaal cadeau gegeven. Vond ik leuk. Frans heeft ook nog mijn dakpannen recht gelegd. Oh ja, joh. Kijk, ze hoor je nog eens wat. Hier staat ze hand in hand. Als de mooiste club van het hele land. Deze liefde is een thuiswedstrijd. Dan weet je het wel. Het is voor altijd. Als je zo in de Ger, hoe vind je deze dag? Hoe is deze dag voor jou? We gaan echt helemaal naar de kleuters. Was het helemaal bijvoorbeeld 36 graden. Toen dacht ik eerst vanmiddag van, god, ze zeggen, hey, eindelijk is het koeler. Nou, toen zat ik natuurlijk verstraf in die regenbui. Toen moest ik even naar de Wibra en ook gewoon heel spannend. Eindelijk gaan we zijn hier met z'n drieën. Eindelijk zijn we met z'n drieën. Ja, kijk, moeten we niet een soort... Tante Gerda Frens en Dook weten raad. Dus mensen kunnen hun problemen in de comments gooien. En dan gaan wij ze beantwoorden. Dan gaan we hulp bieden. Overal
oplossingen voor. Als je bijvoorbeeld gewoon zeg maar dat je denkt, na 46 jaar huwelijk, nou ja, ik zie mijn man niet zitten. Nou, dan had bijvoorbeeld premier Rutte een prima idee. Anderhalve meter afstand. Zo hou je het gewoon vol. Anderhalve meter. Om die aura bitch. Dan leg je zo in bed. Dan zegt die vent, anderhalve meter. Kom niet in mijn aura, bitch. Ze kunnen dus, zeg maar... Je probleem of je vraag... Als je bijvoorbeeld een vraag hebt... Mag ook muzikaal zijn of een verzoeknummertje. Maar het kan ook maatschappelijk werkerig zijn, want dan ben ik ook nog uit van huis uit. Ja, kan ook. Nou, maar je kan ook, zeg maar, we maken wel schijntje, maar dat je denkt van, nou ja, hebben jullie misschien een oplossing? Nou, ik heb weinig oplossingen, maar ik ken de mensen... Wel veel problemen, ja. En dat, wij zoeken het gewoon voor jou. Ik maak de mensen wel weer wat vrolijker met een leuke mond. Maar Francis, die zit in de slimste mensen. Kijk. Pas op je oog, pas op je oog. Ja! Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de glorie. Ik ben gek op Gerda, maar ik ben ook vreselijk, hou ik veel van Frans. Want dat is ongeveer een van de liefste mannen naast mijn vader die ik ken. Zo, hoor je het nou? Moet Frans niet als vader even wat zeggen? Oh ja. Oeh! Wil jij nog wat zeggen tegen het bruidspaar? Nee hoor. Oh. Alles in het leven duurt maar even. Alles in het leven gaat voorbij. Doeg! Vergeet niet te liken en te abonneren. Het is gratis. En ik vind het leuk.